In dit filmpje ga ik jullie iets vertellen over de verleden tijd, de Pretérito Indefinido. En deze uitleg hoort bij Passo Adelante deel 3, hoofdstuk 2, bron I. We gaan eerst even kijken hoe het zit met de verleden tijd in het Nederlands. Daarna, hoe maak je de Pretérito Indefinido in het Spaans? En tot slot, wanneer gebruik je deze tijd? De verleden tijd in het Nederlands. Er zijn meerdere manieren om in het Nederlands te praten over het verleden. Ik heb de twee meest voorkomende heb ik voor jullie neergezet. We hebben de onvoltooid verleden tijd en we hebben de voltooid tegenwoordige tijd. Jan fietste naar huis, daarna at hij een boterham. Dat is de onvoltooid verleden tijd. En Jan is naar huis gefietst en heeft daarna een boterham gegeten. Dat noemen we dan de voltooid tegenwoordige tijd. Nou, als je nou de Nederlandse onvoltooid verleden tijd neemt, dus de Jan fietste naar huis en at daarna een boterham, dan kun je deze eigenlijk als het ware in tweeën splitsen voor de Spaanse verleden tijd. Die wordt opgedeeld in de pretérito indefinido en de pretérito imperfecto. Nou, dit filmpje gaat over de eerste en de pretérito imperfecto, daar is een apart filmpje van. En dan gaan we nu eens even kijken hoe je de pretérito indefinido maakt in het Spaans. Aan de linkerkant, hablar, een werkwoord eindigend op ar. En aan de rechterkant, comer, een werkwoord dat eindigt op er. En hierboven zie je staan werkwoorden op er, schuine streep ir. En dat is heel prettig, want dat betekent dat voor zowel de werkwoorden die eindigen op er als op ir er dezelfde uitgangen gelden. En dat is heel prettig, want dat scheelt een stukje in het onthouden. Nou goed, we gaan eerst natuurlijk de stam neerzetten, want daar beginnen we mee. En dan gaan we kijken welke uitgangen daarachter moeten voor de pretérito indefinido. Hablé, ik praatte. Hablaste, jij praatte. Habló, hij zei of u praatte. Hablamos, wij praten. Hablasteis, jullie praten. En hablaron, zij praten. En als jullie docent hoop ik natuurlijk dat er een paar dingen opvallen. Het eerste is het accent op de O van de derde persoon enkelvoud habló. Want als je dit accent weghaalt, dan krijg je hablo en dat betekent ik praat in de tegenwoordige tijd. Dus als je het accent vergeet, dan staat er ik praat en zet je het accent er netjes op. Dan is het hij, zij of u praten. En verder hebben we hablamos en dat is best wel lastig, want hablamos betekent zowel wij praten in de tegenwoordige tijd als wij praten met dubbel T in de verleden tijd. Dat betekent dat je uit de zin moet halen of ze het nou hebben over de tegenwoordige tijd of over de verleden tijd. Goed, gaan we naar comer. Ook daar zetten we eerst de stam neer. En dan gaan we kijken welke uitgangen daarbij horen. Comi, ik at. Comiste, jij at. Comio, hij, zij of u at. Comimos, wij aten. Comisteis, jullie aten. En comieron, zij aten. En voor de volledigheid zet ik hier natuurlijk ook het werkwoord bibi erbij. Bibi, ik woonde, bibiste, jij woonde, bibio, hij, zij of u woonde, bibimos, wij woonden, bibisteis, jullie woonden en bibieron, zij woonden. En hier in de wijvorm hebben we hetzelfde probleem als bij een werkwoord op ar. Ook hier, bibimos, dat betekent zowel wij wonen, tegenwoordige tijd, als wij woonden, verleden tijd. Dus ook hier geldt dat je het uit de zin moet halen over welke tijd er gesproken wordt. Een nadeel voor de pretérito indefinido is het grote aantal aan werkwoorden met een onregelmatige vorm. En dat is wel erg jammer. Ik heb er hier een aantal voor jullie neergezet. Deze lijst is zeker niet volledig. Een aantal van deze werkwoorden zul je terug kunnen vinden in je boek. In de pretérito indefinido. En voor andere werkwoorden wil ik zeggen, tik het in op internet. Zet erachter pretérito indefinido en je krijgt daar dan de onregelmatige vorm van te zien. Nou, wanneer gebruik je deze tijd nou in het Spaans? Bij gebeurtenissen in een periode die geheel afgelopen is, er is voor de spreker geen verband meer met het heden, of bij een opsomming van opeenvolgende gebeurtenissen uit het verleden. En van allebei zal ik straks een paar voorbeelden laten zien. Bij die eerste, die afgesloten periode, daar word je soms in een zin geholpen bij tijdsaanduidingen die aangeven dat een periode afgesloten is. En we hebben hier woorden zoals ayer, gisteren, la semana pasada, vorige week, el año pasado, vorig jaar, en julio in juli, of hace tres meses, drie maanden geleden. Ja, als dit soort tijdsaanduidingen in de zin staan, dan moet er een belletje gaan rinkelen van ik moet nu de pretérito indefinido gaan gebruiken. Dan nu wat voorbeelden. Eerst even wat voorbeelden van gebeurtenissen die geheel
afgesloten zijn of afgelopen zijn. Conocí a Marta en 2012. Ja, ik leerde Marta kennen in 2012. Nou, het staat in 2012 bij. Leren kennen doe je natuurlijk sowieso maar één keer. Maar dit is een geheel afgesloten periode. En anoche Juan durmió en el sofá. Juan sliep gisteravond op de bank. Gisteravond is een afgesloten periode, dus pretérito indefinido. Bij durmió moet ik natuurlijk wel even erbij zeggen dat het niet durmió is. En dat is dan een kleine onregelmatigheid bij het werkwoord dormir. Maar de uitgang is wel, die klopt wel. En dan een opsomming van opeenvolgende gebeurtenissen uit het verleden. Wat bedoelen we daarmee? Nou, el hombre abrió la carta, la leyó y la tiró. De man opende de brief, las hem en hij gooide hem weg. Oké, dit weet je nu, dat je met de pretérito indefinido een verleden tijd in het Spaans aangeeft. Je weet hoe die gemaakt wordt en je weet ook wanneer je hem moet gebruiken.